Piet, nogmaals, namens de buurt Hemelaar, succes met de zeskamp. Het is een heel mooi evenement. En wij menen dat we toch iets moesten doen. Keer gedaan en dan zondag wordt die officieel uitgenomen. Uitgenomen. Oké, dames en heren, een applaus voor de winnaars van de Playback Show 2004, de Hemelaar! Je valt op de altingskrediten. Al de indienst nummer voorkomende functie te taal, zeker uitspraken of personen, berusten niet op historische of waargebeurde feiten. Mocht u hier onverhoopt aanstoot aan nemen, dan. Jezus Christus, dan weet ik het ook niet meer. Wat heb jij een mooie strik om je eitjes? Ik zeg wat? Hij zegt. Wat heb jij een mooie strik om je eitjes? Ik zeg, ik heb helemaal geen strik om mijn eitjes, man. Kijk naar je eigen eieren. Hij zegt. Ah, wil jij mijn eitjes zien? Ah, wil jij mijn eitjes zien? Ik zeg, ik hoef die eieren van jou helemaal niet te zien, man. Ik vind me dan niet goed van dat beestje, man. Ik denk, oproet hier. Ik loop naar buiten. Ik zie die keer mijn stater staan. Ik denk, haha. De smelten en paashaas. De smelten en paashaas. De smelten en paashaas. Jij wordt je smoel houden, vuil gehoor uit de paal moeder geslingerd. Als jij die met me een keer uittrekt, knip ik je schroot hem af en stel niet van die domme vragen, ja? Ze smelten de paashaas. Ze smelten de paashaas. Ze smelten de paashaas. Ik wil lekker naar een fitbak, weet je, een bolletje eten. Ik sta zo in de rij, weet je wel. En ik voel het op mijn rug. Ik draai me om. Ik denk, nee, nee, nee! Het is de paashaas! Oh jee! Oh nee, niet hij weer. Hij zegt tegen mij. Wat heb jij een mooie strik op je eitjes? Hij zegt. Ah, wil jij mijn eitjes zien? Kom hier met die ballen! Ik trit zijn scroot in en zijn eieren vallen over de grond. Het ging van... Ik
nog een keer een dalend applaus hier voor de winnaar van vandaag, de Hemelaar.